De grootste transformatie is voor mij geweest dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. Dat er veel meer businessmodellen zijn dan dat je denkt. En je kunt je uurtarieven verhogen. Maar dan blijf je nog steeds heel hard werken per uur. Kijk wat voor jou past. Wat bij jouw business past. Waar jij blij van wordt. Je kunt met pakketten gaan werken. Je kunt percentages van de omzet gaan vragen. Je kunt online trainingen gaan maken en verkopen. Je kunt het combineren met live dagen. Je kunt alleen live dagen gaan geven. Je kunt veel groter als dat je denkt. Denk dus ook na. Hoe kan ik veel meer vrijheid in mijn business krijgen? Wat is een businessmodel wat echt bij mij past? Hoe wil ik leven? En bouw je business om je lifestyle heen in plaats van andersom. Mijn droom is, als er straks ooit kleinkinderen mogen komen, dat ik daar genoeg tijd voor heb. En dat ik genoeg tijd heb om lekker paard te rijden, want dat is een nieuwe hobby voor mij. En dat ik genoeg tijd heb voor mijn partner, dat zou die ook wel fijn vinden, na al die jaren hard werken. Weet waarvoor je het doet. Het komt niet aanwaaien. Je moet er echt iets voor doen. Ik heb de afgelopen jaren echt hard gewerkt, maar met heel veel plezier, met heel veel ziel en zaligheid. Daarin moest ik mijn partner af en toe een beetje meetrekken, van kom. Maar dat is mijn stip aan de horizon. Dat is waarvoor ik het doe. Vrijheid. In je business. Op een excellente manier.